Hoeveel tijd besteedt jouw organisatie aan budgettering en forecasting? Bij veel organisaties zien wij dat budgetteren en forecasten veel tijd in beslag nemen. Alleen het budgetteringsproces neemt vaak al enkele maanden van meerdere medewerkers in beslag en dan hebben we het nog niet gehad over de rolling forecasts. De tijd die besteed wordt aan het budgetteren kan natuurlijk effectiever worden besteed. Hoe komt het eigenlijk dat planningsprocessen zoveel tijd in beslag nemen en hoe kunnen wij dit verbeteren? Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe aflevering van McCoy TV. Mijn naam is Jeroen van der Polder en ik werk als BI-consultant bij McCoy & Partners. Samen met mijn BI-collega's implementeer ik al meer dan 14 jaar business intelligence en planningsoplossingen bij multinationale klanten. Vandaag wil ik jullie vertellen over SAC Planning. Wat is het en hoe kan het jouw organisatie helpen sneller, nauwkeuriger en meer data-driven te plannen op basis van historische data en voorspellende logaritmen? Stel, je moet een budget maken voor één afdeling. Dit kan natuurlijk gemakkelijk op de achterkant van een bierveeltje. Wanneer het wat complexer wordt, kun je dat bierveeltje vervangen door een Excel werkboek. Maar nu moet er een budget gemaakt worden voor een bedrijf met meerdere afdelingen, verspreid over meerdere locaties, in verschillende landen en in verschillende valuta's. Hoe zorg je nu dat alle budgethouders op tijd en volledig aanleveren? Hoe zorg je dat de afhankelijkheden tussen verschillende budgetten en afdelingen consistent blijven? Hoe consolideer je deze plangegevens? En wat, wanneer na enkele maanden werk de afzonderlijke budgetten zijn verzameld en geconsolideerd en de marktomstandigheden plotseling volledig veranderen? Neem zoals vorig jaar met COVID. Begin je dan helemaal opnieuw of worden er op hoog niveau wijzigingen aangebracht met als risico dat die niet altijd naar onder in de organisatie worden gecommuniceerd, waardoor deze aangepaste doelen niet geaccepteerd en uitgevoerd worden? Laat weten in de comments hieronder hoe jullie dit aanpakken. Een normaal budgetteringsproces begint met het uitsturen van een budgetinstructie met van bovenaf vastgestelde doelen, de te gebruiken valutakoersen, een tijdschema met opleverdata en één of meerdere Excel-templates die moeten worden ingevuld en teruggestuurd voor de aangegeven opleverdatum. Tijdens het planningsproces vullen de verschillende afdelingen hun eigen Excel-bestand in, waardoor er veel verschillende lokale Excel-bestanden met eigen versies ontstaan. De Excel-bestanden bevatten vaak geen historische referentiegegevens of deze worden niet bijgewerkt tot de laatste stand. Hierdoor is het lastiger om te budgetteren omdat het referentiekader om te controleren ontbreekt of onvolledig is. De invoer en later ook de consolidatie zijn vaak handwerk met een grote kans op fouten. Overleg met collega's en management vindt plaats op basis van nieuwe lokale versies in Excel en PowerPoint die vaak speciaal voor deze gelegenheden worden gemaakt en ook weer moeten worden onderhouden na aanpassingen, waardoor ze niet volledig afstemmen met de geconsolideerde centrale versie. Meestal wordt er ook maar één versie uitgewerkt omdat het doorrekenen van meerdere versies simpelweg te veel tijd kost, waardoor de financiële impact niet van alle scenario's bekend is en misschien ook niet de juiste keuze kan worden gemaakt. Kort samengevat, planning wordt heel snel heel complex. Een planningstool is de oplossing voor een groot aantal van deze uitdagingen. SAP biedt momenteel 3 planningsoplossingen aan. SAP Business Planning and Consolidation, oftewel SAP BPC, SAP Integrated Business Planning, oftewel SAP IBP, en SAP Analytics Cloud Planning, ook wel SAC Planning genoemd. SAP BPC is de on-premise planningstool en financiële consolidatietool van SAP. Deze tool is volwassen en wordt nog onderhouden, maar niet verder doorontwikkeld. Ik zal deze vandaag dan ook niet verder bespreken. SAP IBP is de cloudoplossing gericht op Sales and Operation Planning, Demand and Supply Planning en Inventory Planning. Ook deze oplossing zal ik vandaag niet dieper bespreken. Maar als je meer wil weten over SAP IBP, klik dan hier voor de McCoy TV afleveringen van mijn collega's Anne, Carla, Brandon, Koen en Walter. De laatste 3 van de 3 oplossingen is SAC Planning. SAC Planning is de cloud-gebaseerde planningstool van SAP en een onderdeel van SAP Analytics Cloud. SAP Analytics Cloud is het platform voor SAP voor rapportage, planning en augmented analytics in één tool. In principe kun je in SAC Planning alle soorten planning maken, van verkoop tot productieplannen en van project tot formatieplannen. Maar de voorkeur gaat uit naar financieel gedreven planningen, zoals kostcenterplanningen, de planning van resultatenrekening, balans en of cashflow. Hoe kan SAC Planning helpen jouw organisatie sneller en nauwkeuriger te laten plannen? Allereerst, laat SAC Planning je invoerschermen en een tijdschema maken. Budgethouders worden door middel van mails en notificaties geïnformeerd en herinnerd wanneer ze bepaalde planningstaken moeten uitvoeren. Budgetten kunnen worden ingevoerd in invoerschermen, waarna de data in een centrale database worden opgeslagen. Verschillende scenario's, zoals bijvoorbeeld what-if-scenario's,
kunnen worden aangemaakt en gedeeld met collega's, waarna de beste optie kan worden gepubliceerd. Collega's kunnen bijdragen door middel van chats, het toevoegen van commentaar of wanneer de budgethouder het toestaat, het budget direct zelf bewerken. Tijdens het invoeren kan de planner worden geholpen door een aantal functies te automatiseren, gebruik te maken van historische referentiedata en of voorspellende logaritmen. Wijzigingen kunnen worden getraceerd door middel van een auditlog. De ingevoerde budgetten worden direct geconsolideerd op basis van een centrale database, volgens vooraf bepaalde regels en kunnen direct worden vergeleken met werkelijke historische cijfers of andere plannen. Daarnaast is het zo dat bedragen in vreemde valuta worden geconverteerd volgens centraal beheerde koerstabellen. Eenmaal goedgekeurd kan het plan worden bevroren, zodat het zonder toestemming van de functioneel applicatiebeheerder niet meer kan worden gewijzigd. En tenslotte, toegang tot de informatie kan worden afgeschermd door autorisaties. Zoals jullie hebben kunnen zien, kunnen planningsprocessen heel snel heel complex worden. SAC Planning biedt alle functionaliteit die kan helpen om sneller tot een nauwkeurige en beter gedragen planning te komen. Vond je dit interessant? Laat het ons weten door hieronder op de like-knop te drukken. Wil je meer leren over allerlei SAP-gerelateerde onderwerpen? Abonneer je dan op ons kanaal, zodat je direct geïnformeerd wordt als er weer nieuwe content is en niets hoeft te missen. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.